Hallo, dag jongens en meisjes. Nu ga ik jullie leren hoe je een vuilbekje maakt. Dus hoe je een ei maakt. Inderdaad, jongens en meisjes. Vandaag leren we dus hoe we een vuilbekje maken. Wat hebben we allemaal nodig? Van alles. 4 hoekijzertjes. Een scharnier, een groot scharnier. Een ietsje kleiner scharnier van 4 cm breed. Betoplex. MDF van 8 mm, Betoplex is 15 mm en nog wat overschot. Multiplex van 15 mm. Wat hebben we nog nodig? Een remkabel, een kous voor een remkabel, vijsjes, boutjes, pingpongballetjes, houtlijm en natuurlijk een vuilbekje. Want deze kan nog niet babbelen, hè? Ja, maar ik wel! Ah, loser! Ja, het is goed. Dus, er zit hier een mechanisme in. Zeg eens A. Voilà. Kijk, nu kun je dat mechanisme zien. Hè? Dus hier zit iets in die dan het emmertje openduwt. Hier beneden op de grond staat een pedaal. Ops. En die is met een remkabel verbonden hieraan. Dus als je op de remkabel, allez, op de basdrumpedaal is dat eigenlijk. Als je daarop duwt, dan trekt dat hier aan een remkabeltje. En dan gaat het vuilbekje open. Zo simpel is dat. Nu, wij gaan dat niet met een basdrumpedaal doen, want bij jullie moet dat niet zo stevig zijn, denk ik. Maar we gaan gewoon een alternatief maken uit hout. Dus we maken vandaag een vuilbekje. Uit de MDF van 8 mm zagen we eerst en vooral een lange strook. Well, het maakt er niet uit, maar het is het gemakkelijkst dat je het gewoon in één ding doet. Van 4 cm breed, want alles uit MDF is 4 cm breed. Een stuk van 12,5. 3 stukjes van 1,5 cm. 1 stukje van 7 cm en 3 stukjes van 4,5 cm. En als je dan toch aan je zaagmachine staat, uit de multiplex zaag je een stukje dat de diepte van je vuilbak is. Dus je pakt je vuilbakje eruit, je meet hoe diep dat is en daar trekt je 4 cm van af. Dit is de lengte van dat stukje multiplex, 4 cm eraf. En dan hier nog een hoek van 4 eruit, hier ook een hoek van 4 eruit. En daar gaat dan gaan het mechanisme op staan. Voilà, dat hebben we nu allemaal. Nu, we gaan eerst een bovenkant maken van het vuilbekje. Dus dat is eigenlijk wat je hier nog net kunt zien. Het bovenste gedeelte, dat is met 2 stukjes van 4,5. 1 stukje van 1,5, zo. En die lijmt je mooi allemaal op elkaar. Maar we gaan even wachten. De onderkant, de onderlip, zo gezegd, van het mechanisme, bestaat uit een stukje van 7 cm en 2 stukjes van 1,5. En je zet die zodanig dat die 1,5 cm van de rand, hier ook 1,5 cm van de rand, en dan is er normaal gezien een ruimte van 1 cm tussen die twee stukjes. Voilà. En nu wachten, hè. Ik heb er wel al klaar die wel al droog zijn. Tupsa. Tada. Voilà. Dan nemen we een stuk multiplex. We zetten het onderlipje er zo op. Voilà. Zo, dat zit er al mooi op. Tadadada. Nu, de bovenkant gaat eraan vastgemaakt worden met dat scharnier. En dan is dit zo ons scharnierpunt. Maar dat gaan we nu nog niet vastmaken, aangezien dat hierover nog een PVC-buis moet. Want als je hier nu van achter met een kabeltje aantrekt, zo, dan gaat dat open, maar dan gaat dat niet meer dicht. Bij een rem is dat ook zo, de rem van uw fiets. Die gaat terug open omdat er veer in zit. Dus hier moeten we nu een soort van veer of iets ervoor zorgen dat dat ding terug dicht gaat. En ik dacht aan een PVC-buis. Hopsa, voilà. 2 stukken PVC-buis. Door maar 1 keer te zagen. Zotjes, maar er lag nog een stuk in mijn bak. Goed, dat zijn 2 stukken. 1 van 7,5, 1 van 6,5. Nu, dan moet hierover. Nee, je moet dat hierover krijgen, dus er moet je sowieso al een gat in maken. Je moet eigenlijk een soort van klemmetje maken.
Maar je zou kunnen zeggen van oké, we zagen dat dan gewoon door en dan steken we dat erover. Maar ja, dan past dat hier niet. Dus, je moet, dus wat je eigenlijk moet doen, daar een stuk uithalen. Dus zo. Ongeveer tot aan de helft. Dus dat is hier. Zo. Zo, dat stuk hier, wat ik nu arceer, dat stuk, dat moet eruit. Dan, dat doe je eigenlijk eerst, dat zaag je eruit, gewoon met je zaag. Het moeilijkste stuk is dit, hè. Want als je hier zaagt, dan zaag je het volledig door. Dus wat we doen is, we boren hier een gat. We boren hier een gat. En dan ofwel met een wipzaagje, ofwel gewoon met een handzaagje, een heel fijn handzaagje, zaag je dit stuk door. En hier naar hetzelfde, we boren hier een gat. En dan doen we zip. En dan zijn we er ook door. Dus hier moeten we nog doorzagen. Maar ik heb nog eentje gemaakt. Hetzelfde, maar dan ja, minder overschot hier. Zodat die minder stug is. Want ik had het eerste vuilbekje had ik gemaakt met alleen zo één stukje PVC-buis. Maar dat bleek net niet genoeg te zijn om de kabel terug te trekken. Dus dan moest ik er nog eentje rond doen. De bedoeling is dan dat deze gewoon hier nog een keer rond zit. De sterkte van het veren wordt bepaald door de dikte die je hier nog overhoudt en ook nog door een stuk, hoe breed dat hier nog is. Dus dit is 18 mm langs alle beide kanten, dit is 1 centimeter en dat is genoeg. Dus wat we nu nog enkel moeten doen is hier in het midden doorzagen en hier op dat lijntje en dan kunnen we dat hier oversteken. En dan is ons mechanisme bijna klaar. Voilà. Je ziet, dat zijn twee veertjes nu. Die, als hetgeen dat hier tussen zit, dan mooi gaan dichtduwen. Je mag die over elkaar doen, denk ik, maar dat weet ik niet. Dus we gaan eerst een keer het te proberen opsteken nu. Dus, zoals ik daarnet gezegd heb, het bovenlipje zodanig positioneren dat die inkeping en die inkeping schoon boven elkaar zijn. En dat heeft een reden, en dat ga je nu zien. Yes. Dus, nu kunnen we dat opentrekken. Ik ga het eerst over de dien hier doen. Zo. Kijk, die inkeping die zorgt ervoor dat die buis, die PVC-buis, niet kan verschuiven. Hè. Voilà. En nu deze ook. Hier. Zo. Voilà. Zie het? Oh, maar kijk. Daarvoor dient die scharnier dat hij niet achteruit schuift. Maar nu doet dat zichzelf propertjes dicht. En nu doen we die andere er ook over. Van hier natuurlijk. Nee, wacht. Dat was de moeilijkheid. De vorige keer ook. Achter. Je steekt het eerst over het bovenlipje. Alle twee. Die tweede buis mag over de eerste buis. Die gaat gewoon voor extra spanning zorgen. Voilà, die zitten die er alle twee schoon rond. En nu als laatste trekken we dat over de onderlip. Voilà. En nu hebben we ons mechanisme. En dat trekt goed tegen om onze remkabel terug te trekken. Dat scharnierje dat kunnen we gewoon met wat simpele vijzigjes vannacht. Dus dat is al in orde. Voilà, nu. Dit hier, de achterkant, dat wordt naar beneden getrokken door een remkabel. Altijd enorm veel overschot. En heeft langs de ene kant zo een loden bolletje. Ik weet niet of dat lood is, maar er hangt een bolletje aan. Dus dat is wat we hier gaan doorsteken. Dus, uw remkabel erdoor. Er moet zo'n kous rond. Aha. Maar hier moet nog iets zitten. Dat doe je een beetje naar je eigen smaak. Sommige mensen hebben graag twee vijzen, sommige drie.
andere vier. Dat is een beetje uw smaak, hè. Beetje zoals dat Jeroen Meus over peper en zout babbelt, hè. Daar, hè. Dus nu kunnen we hier aan de kabel trekken. Maar de, voilà. Zie je het? Als je hier aan de kabel trekt, dan gaat het hier open. Hop, 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 hop. Ik denk dat we ook eerst een gat moeten maken in de vuilbak, zodat de kabel erdoor kan. En dan mag een ruim gat zijn. Nou, dat gaat juist lukken. Zie. Nou. Voilà. Het moet er voor niet flauw vallen, ja. Kabel door het gatje. Nu, dus je kunt dat zien, dat mechanisme zit nu schoon in het vuilbakje. Maar als we dat alleen van onder vastmaken met dat L-ijzer, dan gaat dat wiebelen. Dus we gaan hier ook aan de zijkant, langs de binnenkant, ook nog L-ijzer zetten. Voilà, dat ziet er precies een beetje uit als een pinguïn. Hier met de twee vleugeltjes. En met de twee voetjes. Eén voetje eigenlijk. Nu, de twee vleugeltjes kunnen nu aan de rand van de vuilbak vastwijzen. En de voet ook. En dan staat het allemaal mooi vast in uw vuilbak. Voilà. Voilà. Perfect. Ons mechanisme zit in onze vuilbak. Dus die kunnen we nu al proper in onze pedaalemmer steken. Zo. Kijk, en normaal gezien, ik wil het wel eens proberen. Als we hier aan trekken, dan gaat onze vuilbak open. Maar je kunt dat nog beter doen opengaan. Straks kunnen we dan hier nog dat laatste stukje MDF er nog bij zetten. En dan naar eigen smaak een beetje korter maken, zodat die echt direct open gaat. Maar dat is voor straks. Nu maken we de pedaal. Oké, twee stukken. Woe! Twee stukken van 35. En deze is super wild. 35, deze is 10 breed, deze is 7 breed, maar deze is bovenaan. Hier is die maar 6 breed. Dus hier is een stuk van een centimeter uit en hier is ook een stuk van een centimeter uit. Hier, ik denk op 1,5 centimeter. Ik denk, misschien meet ik het best als je het zelf wilt namaken. Nee, op 3 centimeter is een groef gemaakt van 2,5 breed en 1,5 diep. En daar passen deze stukjes dan heel schoon in. Dat zijn allemaal stukjes van 35. Sorry, allemaal stukjes van 2,5 breed. Twee stukjes van 7, die 2,5 breed zijn. Eén stukje van, een stukje van 10, dat 2,5 breed is. En dan twee stukjes van 21, die zijn ook 2,5 breed. Die passen hier perfect in deze groef. Nu er past hierin. Zo. Dan het eerste stukje van 7. Dat leg je hier mooi tussen. Voilà. Want dat gaat voor de stevigheid van die twee opstaande dingen zorgen. En dan vijzen we proper vast. Ik heb hier nog wat gyprokvijsjes. Ik vind dat proper bij Betoplex, omdat je dan, ja, je ziet dan de vijzen niet zo goed zitten, omdat die zwart zijn. Hè. Okay. Ja. Voilà, dit is een basis van ons pedaal. Dit komt hier als schoon tussen. Zo, hup, 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 hup. En je ziet dat gebeuren. Maar eerst moeten we ons scharnier nog bevestigen. Dan zitten we hier met die kraagjes net niet tegen die opstaande. Dus voilà. Voilà, onze pedaal is bijna klaar. Enkel nog de bovenkant erop zetten, dat hier allemaal mooi samen blijft. En zo. We hebben nu een heel schoon pedaaltje. Nu, hier van boven moet er nog een gatje in. Dan trekken we aan totdat de kous schoon hier van boven er tegen zit.
En dan moeten we enkel nog hier iets voorzien om die remkabel tegen te houden. En dat is met iets dat we nog niet vermeld hebben, een luisterklem. Dus, bla 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 bla. Maar natuurlijk, het laatste ontbrekende gedeelte, pingpongballen. Je neemt twee pingpongballetjes. Hop, getekend op elk pingpongballetje. Een oogstje. Voilà. Die oogstjes die plakt je er bovenop. Doet dat met een goede plakding met tag 7 of zo. Ik doe dat hier gewoon even snel met een plakbandje. Zo. En hier nog een plakbandje. En voilà! Hallo! Dag jongens en meisjes! Hé, hey, wat is dat hier? Ik ben uw broer! Ik heb geen broer! Jawel! Je bent een loser! Je bent zelf een loser! Ah! Ah, ah, ah. Veel plezier met het maken van uw eigen vuilbakje. Dag! Dag! Hij bedoelde vuilbakje! Ja, ik weet het. Het is een loser. Ja! Haha! Haha! En stop.